Er is nogal wat onduidelijkheid in de samenleving over het standpunt van Suriname met betrekking tot de kwestie Venezuela. Waarnemend directeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, verantwoordelijk voor geopolitieke zaken, Miriam McIntosh, gaat wederom in op deze kwestie. Zoals we allemaal al hebben gehoord eerder, heeft president Desiree Delano Boutersen in de DNA reeds uitvoerig ingegaan op het standpunt van de Republiek Suriname met betrekking tot de situatie in Venezuela. Het is goed om bij het begin eigenlijk te beginnen en te benadrukken dat het gaat om de principes, om internationaal erkende principes. En eigenlijk gaan we terug bij het begin wanneer de NAM, de niet gebonden beweging, of de beweging van niet gebonden landen, de Bandung-principes aanneemt en dan praat over het principe van niet-inmenging in interne aangelegenheden van staten, geen interventie en eigenlijk het belangrijkste principe ook van dialoog, van voortdurende dialoog. Die principes zijn verder verscherpt en aangenomen in het OAS-handvest en ook in het VN-handvest, het handvest van de Verenigde Naties. En die zijn uiteraard belangrijke principes waar wij als internationale gemeenschap, waar Suriname ook onderdeel van is, waar wij ons aan achter scharen. En het meest belangrijke eigenlijk om te benadrukken, is dat die principes zijn verankerd in onze grondwet, in onze moederwet. Dus het is eigenlijk een van de belangrijkste principes, ik zeg een van de belangrijkste. Er zijn natuurlijk een aantal principes waar wij als Suriname ons achter scharen en die ook verankerd zijn in onze grondwet, in de moederwet die we hebben. Dus dat is geen eigenlijk een scharing achter een persoon als zodanig, maar het is wel een vasthouden aan internationaal erkende principes die wij als Suriname natuurlijk niet hebben gemaakt, maar die wij ook als Suriname hebben geadopteerd in onze grondwet. Dus dat is eigenlijk het hele verhaal eromheen. En de ondersteuning is aan de principes, internationale principes van niet-inmenging, van geen interventie, belangrijk nog, van dialoog. Kleine landen kunnen niet anders dan zich scharen achter internationaal erkende principes. Want waar zou je je eigenlijk achter dan moeten scharen als er geen andere principes voor staan? En als je bijvoorbeeld in de VN praat en als je in de OAS praat, dan zijn er de kleine landen die zich juist daar tegen die internationale principes scharen. Want het zijn ook de andere grotere landen die soms die principes soms gewoon naast zich neerleggen of conveniently op andere manieren gaan interpreteren. Maar daarom als kleine landen, Suriname als een van de kleine landen zegt, dat zijn de principes die we hebben en die we zouden moeten koesteren en ook moeten naleven. Want als wij dan die principes ook overboord gooien, wat wordt er dan van internationaal gebied? Als we allemaal zouden bepalen, wel, we buigen deze principes om, want het komt ons niet goed uit op een bepaald moment. Toch? En dan zeggen we gaan deze principes even ombuigen. Of het is convenient, nee, we gaan een ander principe gebruiken. Maar als Suriname zijn we standvastig. En het is geen verdediging, het is gewoon een handhaving van de principes die wij als internationale gemeenschap met z'n allen zijn overeengekomen dat dit belangrijke principes zijn. En uiteraard ultimately ook in onze grondwet verankerd zijn.